Goedemorgen, we gaan vandaag street art checken in Penang. Het is nu 2 uur, ik heb iets langer doorgeslapen, want het was weer het gebruikelijke hostel drama. Ik kon echt pas om 3:30 slapen, omdat er een airco stuk was en het maakte echt een heel hard geluid. En een meisje kwam echt om 2 uur binnen in de kamer en 's ochtends uiteraard staat ze op en gaat ze haar hoorderverzameling plastic zakjes allemaal doorspitten omdat ze moet uitchecken, bla bla, whatever. Ik dacht, ik slaap gewoon lekker door en dan gaan we nu op pad. Wat eigenlijk wel heel chill is, want ja, weet je, het is gewoon tot 3 uur is gewoon het heetste punt van de dag. Dus ja, hè? Dan wordt het alleen maar beter weer om heel veel street art te gaan bekijken in Penang. Eerst even ontbijt trouwens. Breakfast! 2 broodjes met 4 eieren. Iced lemon tea, geen suiker. Moet je kijken trouwens, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hier heb je van die knopjes, daar kan je dus bellen. En dan hoor je ook echt letterlijk een belletje door de hele zaak afgaan. Hiermee kan je dus de rekening vragen. Cancel. Ik weet niet wat je daarmee, misschien je order cancelen ofzo, of dat het niet meer nodig is. Super grappig, ik had het net uitgeprobeerd voor de wifi en het werkt ook echt. Kijk nou hoe schattig. Zo'n straatje met allemaal cafeetjes. Oh, holy smackers. Ik was op zoek naar street art, als in van gewoon verf op de muur. Maar dit is metaal. Hoe vet, check dit. Kijk nou. Dit is echt heel vet. En blijkbaar is Jimmy Choo hier begonnen. Kijk. This is the place where the famous shoe designer Jimmy Choo started his apprenticeship. Hoe vet! Dit is echt het beste Volkswagen busje ooit. Ja, ik zag ze net ook al langs rijden. Hello! What, can I? Really? Oh, that's so cool! Yes, I want to do that! Oh my god, ik mocht net de foto in het busje maken. Hoe vet! Trouwens, volgens mij weten de meeste van jullie dit wel, maar even een snelle mededeling tussendoor. Deze vlogs lopen een week achter. Als je wil weten wat ik vandaag heb uitgesproken, of gisteren, of gewoon, ja, er meteen als eerste bij wil zijn, moet je even op Instagram checken, want daar plaats ik gewoon dagelijks allemaal foto's van wat ik vandaag heb gedaan. Een foto hiervan staat daar ook op. Het Catcafé! Kijk nou! Hier kom ik later terug hoor, want ik heb net ontbeten en gezeten en ik wil nu gewoon street art zien. Yeah, weer eentje gevonden. Kung Fu Girl. Hoe bruut is dit? I love it. Kijk nou, deze staat niet eens op de kaart. Waarschijnlijk omdat die te klein is of zo. Random street art. Overal. Super vet. Kijk nou. Oh, wacht. Wacht, die had ik nog niet eens gezien. Super cool. Ik stond net hier tegenover en dan loop je dus 3 stappen verder. En dan zie je er weer eentje. En nog een paar stappen verder. Weer eentje. Kijk nou. Dit is een kleintje. Yo, dit is echt niet normaal. Kijk nou. Zo mooi. Is zo cute. En overal dit soort prachtige huisjes. I love Penang. Ja, ik denk dat dit wel echt een van de tofste steden is die ik tot nu toe heb gezien. Wauw. Dit is zo vet. Ik zou dit echt wel in mijn huis willen. Wauw, kijk deze. Het is een relatief kleintje. Al die vogeltjes. Wauw, super vet. It's amazing. De auto's zijn hier ook een stuk meer tranquilo dan in Kuala Lumpur. Island vibes, hè? Georgetown, ze kunnen dit beter Gorgeous Town noemen. Zo mooi. What the hell, ik ben in Little India beland ofzo. Oh, vet. Kijk daar. Allemaal Indian clothes en zo. En daar had je dus ook allemaal Indian snoepjes. Ze zijn heel anders dan bij ons trouwens. Even kijken of ik mag filmen. Kijk nou hoe mooi. Dit zijn Indiaanse, ja, snoep eigenlijk is het. Jalebi, dat ken ik wel. Ik heb geen idee wat het is. Maar het zijn eigenlijk allemaal een soort van cakejes en dingetjes en allerlei kleurtjes. Oh my god, ik kan niet wachten om dit te proeven. Dat ga ik wel in India doen, hè? Ik ga het gewoon in de universe gooien, omdat het een van mijn grootste bucketlist items is. Ik wil echt, echt zo graag naar een Indian wedding in India. Ik wil gewoon zien hoe het daaraan toe gaat. En ik wil gewoon meefeesten en dat soort dingen. Dus ik hoop dat ik het zeg maar tegenkom. Maar mocht jij iemand kennen die daar gaat trouwen, waarvan je denkt, oh, daar mag je wel komen. Please, 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 laat me weten. Je mag me altijd mailen. Mijn e-mail staat hieronder in de beschrijving. Ik zou dat echt zo vet vinden. Lol, ik denk nu dat elk draadje street art is. No, dit is geen street art. Ik heb een kokosnoot. En die gaat hij nu voor me murderen. Oh, nou, jij hebt het. Ja.
Kijk ook al. Murder de coconut. Oh, wacht. Het spuit er gewoon uit. Hoe cool. Kijk nou. Very cool. Coconut. Ik ga helemaal stuk hier. Kijk die auto daar. Die is gewoon aan het keren, maar blijft ook gewoon midden op de weg staan. Er komt een bus aan, die begint vet te toeteren. Te funny. Oeh, deze is ook wel weer vet. Ik hou ervan als het ergens zo omheen gebouwd is. Minion Street Art. Dit schijnt dus het allervetste te zijn. Dit is gewoon een real life object. Dus dit is een echt basketbalnet. En hier zijn dus kinderen bij geschilderd. Super vet. Waar denk je dat deze mensen vandaan komen? Uiteraard uit China. No shame in their game. Wat is dit? The Tank of Love of zo? Kijk nou. Helemaal knalroze. Het is gigantisch trouwens, hè? Kijk nou. Zo vet. Kitty cats. Dit is ook wel heel vet. Een echte kat met een piramide van lucky cats. Erg cute dit. Georgetown is zo mooi. I just can't. Wauw, kijk. Een ijsbal. Echt letterlijk gewoon een ijsbal. En dan slurp je daar lekker aan. Ik denk dat ik dit morgen misschien ga eten. Dit is volgens mij een Chinese speelgoedwinkel. Nemo! Dit is echt cray. Stel je even het allergekste Chinese speelgoed voor. Wat je allemaal ooit zou willen hebben. En ze hebben het hier denk ik wel. Ik zit serieus te twijfelen om dit te kopen. Kijk nou hoe cool. Dit is een bubble gun. En hier hebben ze er eentje van Doraemon. En dan kan je dus 4 bubbels tegelijkertijd blazen. Oh my god, kijk deze lantaarns voor Sint Maarten. Wauw, wat dat wij dit vroeger hadden. Ik kon het niet laten. Ik heb een Doraemon bubblegun gekocht. Het was gewoon te leuk om te laten liggen. Guess I'm the next to be erased. Dus ik denk dat ik de volgende ben die uitgewist wordt. En dan kinda wish granted. Je wens is vervuld. Oké, tijd voor een mall. Airco! Heel even chillen met een mocha bij de Starbucks. Deze theesaus is perfect. Chunks van pinda's. Super pittig. Citroengras erin. Dit is hoe die hoort te zijn. Ik wou echt dat ik dit kon maken, maar dit is echt wel een werkje om het goed te krijgen. Dit zie ik zoveel hier in Azië. Cheese sandwich. En dit is dus zoet, hè. Maar ze zetten er wel echt van die goudse kaas bij. En ze hebben ook bijvoorbeeld banana cheese pancakes. En nu snap ik zeg maar dat het zoet kan zijn. Want hey, je hebt cheesecake en zo, maar... Ik weet niet, het ziet er gewoon vreemd uit. Maar dat is ook precies waarom we hier zijn. Want ik ga shoppen voor mijn Maleisische snacks en dan ga ik zo'n proefvideo opnemen. Ik vind het zelf altijd zo leuk om te kijken. En ik dacht, hey, ik ben hier, ik zie gekke dingen. Ik snap niet dat ik dit niet eerder heb gedaan voor elk land of zo. Yeah, ik heb een aantal leuke snacks gevonden. Ik heb zelfs een Aziatisch stel, of een Maleisisch stel, gevraagd van wat aten jullie als kinderen? Nou, toen hadden ze dus deze aangewezen en deze en die... En ik heb andere dingen er ook bij gepakt waarvan ik dacht van yeah, dat wil ik proeven. Deze zag ik trouwens in die Time Out magazine. Oh, ik zie het al. Het is purple yam. Dus paarse zoete aardappel. Drank. Yummy. Misschien moet ik ook een drankjesversie doen. Steek een duimpje omhoog als je ook een drankjesversie wil van de proefvideo. Nog even snel avondeten voordat ik terug ga. Ik heb gekozen voor de tofu stoofpot die ik heel vaak in Zuid-Korea had. En daar had ik nu wel weer trek in. Oh my god, we gaan echt naar India. Ik ga meteen even verblijf boeken en regelen dat ze hem komen ophalen van het vliegveld. Doodles. Oh ja, de reden dat we naar Penang gaan.